Vandaag krijgen we een interland te zien. Het commentaar daarbij wordt geleverd door Jori Mulder hier naast mij en mijzelf, Evert van Appel. We zijn in afwachting van de wedstrijd Kroatië tegen Italië. Op het EK in 1988 kwamen de Russen twee keer toch tegen. Ja, toen heette het natuurlijk nog steeds de Sovjet-Unie. Ja, daar verloren we meteen van hun in de eerste groepswedstrijd. Hè. Ja, dat maakten we in de finale ruimschoots goed met de doelen ervan. Ja, Gullit en Van Basten. En nummer 17, Mario Mandzukic. Dit zijn de 11 spelers die de trainer van Kroatië heeft geselecteerd. De trainer heeft zijn poppetjes als volgt neergezet. 4-5-1, maar dan wel met een aantal aanvallende middenvelders. Ja, maar waarschijnlijk als ze dan de bal niet hebben en ze moeten verdedigen, dan zullen deze aanvallende middenvelders wel het veld heel klein moeten maken samen met de middenvelders. Dan worden ze echt middenvelders, dus vrij verdedigend hoor. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. 4-3-3 vandaag. Wordt de wedstrijd op de vleugels gewonnen nu? Ja, je kunt de wedstrijd winnen over de zijkant. Als een buitenspeler zijn man goed voorbij komt, ja, dan krijg je, kun je kansen creëren. We zijn begonnen aan de eerste helft van deze grote wedstrijd. Twee teams die weinig voor elkaar onderdoen en vandaag staat er toch veel op het spel. Dejan Lovren. Ivan Strinic. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Oh, knalhard schot. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nu zal de tegenstander moeten komen even. Dat doelpunt mag bij de hoogtepunten van het seizoen. Een geweldige goal even, hij krult hem schitterend in. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Mandzukic. Marcelo Brozovic. Luka Modric. Mateo Kovacic. Kroatië is weer bezig met een aanval. Red, maar de bal is nog niet weg. De keeper onderschept de bal. De ruimte voor een counter is er. De scheidsrechter geeft een vrije trap zo vroeg al in de wedstrijd. Overtredingen met één geel. Nou moeten ze oppassen hoor. Ja, en dat speelt niet echt lekker hè, met al geel op zak. Jorginho. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Hij slaagt erin die paas eruit te halen.
De scheidsrechter wacht met fluiten en geeft de Kroaten voordeel. Vlijmscherp paasje van Modric. Mandžukić moet de trekker overhalen. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Rakitic met de lange corner. De aanval loopt op niks uit. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Sommige scheidsrechters zien het niet en fluiten voor een overtreding. Maar deze scheidsrechter heeft het spelletje door, hoor. Doorspelen. Ja, en zo hou je de snelheid in de wedstrijd. Hè. Steeds dat gefluit. Het is geen hockey. Gewoon door laten spelen als het kan. Dat is het leuke van de voordeelregel. Rakitic krijgt geen tijd om rustig op te bouwen. Jorginho. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Kroatië krijgt... Dat is de scheidsrechter niet ontgaan. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Sliding, overtreding. Modric. Šimevzelko. Wie weet levert dit een kans op. Komt hier een kans aan. Het is een corner. Diepe corner van Modric. Was dat nou echt een vrije trap, scheids? Cadeautje voor Italië. Matteo Darmian. Een plaatje, hoor, deze brede paas. Daar zit de tegenstander tussen. Hij is er door. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Mateo Kovacic. Rakitic. Šimevzelko. Kroatië richt zich weer op het doel van de tegenstander. Wat een snelheid. Breekt in. Hier liggen kansen. Dan schiet hij. En dat schot bereikt. Daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Die bal, dit is de kans op de gelijkmaker. Doelpunt, de stand is weer gelijk. Ik ben benieuwd of ze nu door kunnen drukken. Dit doelpunt zal in ieder geval een flinke steun in de rug zijn. Nou, een cadeautje. Vreselijke fout, zul je bedoelen. De goal vanuit een andere hoek. Marco Parolo. Ferrati. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Nou ja, laten we maar zeggen dat het een moedige poging was. Nou, dat was toch een grote kans. Dat zie ik er zelf ook wel in. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Immobile! Duidelijk waar
buitenspel zonder van een goede aanval. Dat mag je als aanvaller in zo'n situatie eigenlijk niet overkomen. Shimev Zelko. Immobile. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Ivan Perisic. Wat doet de scheidsrechter? Geel voor de Italiaan. Ja, en daar zal hij niet blij mee zijn. Wat denk je van zijn trainer? Die zit nog met de gevolgen. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. De bal gaat via de lat zo de goal in. De bal gaat via de onderkant van de lat hard de goal in. Dat is een spectaculair gezicht. Heel even dacht ik dat hij er weer uit zou gaan. Maar gelukkig voor de schutter was dat niet zo. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Er wordt afgetrapt en Kroatië heeft de leiding genomen. Jorginho. Mario Mandzukic. Verratti. Immobile. Wie weet levert dit een kans op. Nou, bal kwijt. We zien of de tegenstander er wat mee kan. Ivan Perisic. Dat was op het tips. Een zuivere tackle, maar de bal verdwijnt over de achterlijn. Het gevaar wordt afgeslagen. De scheidsrechter fluit. Zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Dat was een pittige overtreding en dat vindt de scheidsrechter ook. Ja, en ik vind het wel terecht. Het was een behoorlijke aanslag. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Sliding, overtreding. Matteo Darmian. Verratti. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Perisic. Het spel wordt goed breed gehouden. Houdt hij het hoofd koel? Een eenvoudige prooi over de sluitpost. Die bal is voor de tegenstander. 4 minuten extra tijd maar liefst. Die bal wordt onderschept. Mogelijk een goede kans hier. Daar komt de kans op de gelijkmaker. De keeper pakt die bal. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Jorginho, die bal is een prooi voor de tegenstander. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Jorginho. De eerste helft is gespeeld. 2-1 en eens kijken wat ons de tweede helft gaat brengen straks. Wat vond je van Mandzukic tot nu toe? Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Gaat hij voor een schot of probeert...
Welkom terug in het Kaliningradstadion, waar we naar de tweede helft van deze wedstrijd gaan kijken. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Insigne. Hij drijft de bal op. Insigne. Ingreep door de keeper. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. Diepe corner. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Gaat hij het nu doen? Mandzukic! Wat een kans, Jury, maar de afronding laat de wensen over. Nou, dat lijkt nergens op, Evert. 1 op 1 moet natuurlijk een doelpunt zijn. De 100% kans. Recht op het doel af. Immobile! Ivan Strinic. De scheidsrechter wacht met fluiten, geeft de Kroaten voordeel. Als ze niet te lang wachten. Eens kijken of de scheidsrechter een kaart trekt. Vertrekken. Hij ziet maar één manier om die doorgebroken speler af te stoppen en daar krijgt hij uiteraard rood voor. Ja, hij maakt de keuze van of inderdaad een rode kaart of een doelpunt tegen en hij kiest voor het eerste. Achter een doeltrap, zo te zien. Ja, geen hoekschop. Duidelijke wissel met het oog op de volgende wedstrijd. Als hij geel krijgt, dan krijgt hij een schorsing aan zijn broek. Matteo Darmian. Marco Parolo. Matteo Kovacic, prima gestoken zo lijkt het. Dat moet een doelpunt zijn voor Perisic. Doelpunt! Ze vergroten de voorsprong. Dit is de treun van je welste voor de tegenstander. Je zult nu moeten jagen op de aansluitingstreffer, waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Vaak wordt zo'n bal min of meer zonder te kijken op doel geramd. Maar hij kijkt wel en plaatst de bal schitterend langs de keeper. Ja, heel mooi schot. Technisch knap uitgevoerd. Marco Parolo. Luca over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. Verratti. Daniele Rugani. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Kroatië richt zich weer op het doel van de tegenstander. Ontwijkt die sliding heel soepeltjes. Mooi gedaan. Mandzukic moet de trekker overhalen. De Kroaten mogen verder met een hoekschop. Modric kiest voor de lange corner. Dit had van die afstand gewoon een doelpunt moeten zijn, maar hij faalt hopeloos. Ja, blijven oefenen en dan gaat hij er wel een keertje in. Alessandro Florenzi. Gaat de scheidsrechter geel geven of laat hij het hierbij? Marco Parolo. Hij speelt de hele dag al goede passes. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. Perisic. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Mandzukic moet de trekker overhalen. Die zit erin.
Hij scoort 3 keer. Ga er maar aan staan, zo'n hat-trick. Uitstekend gedaan. En dat is de derde vandaag van hem. Wat scoort die man toch makkelijk. Ja, het is toch geweldig om een hat-trick te maken. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Substitution for the host. Coming off the pitch, number 11, Marcelo Brozovic. To be replaced by... We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. For the host, number 17. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Dat is geel. Marco Parolo, over de zijlijn, inworp. Alessandro Florenzi, Immobile. Jorginho, makkelijk gepakt door de keeper. Mogelijkheden hier voor Italië met de inworp. Alessandro Florenzi. Scheidsrechter geeft voordeel. Jorginho. Kroatië is nu aan de bal. De scheidsrechter. Geel en niet opnieuw rood, gelukkig. Voor hun gelukkig inderdaad, want anders wordt het wel erg moeilijk voor ze. Wat een blinde sliding, hij neemt de speler mee. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Perisic maakt goed geraakt. Een eenvoudige prooi over de sluitpost. Hij moet die bal snel. Die bal gaat recht naar de tegenstander. En nu scoren. Wat een doelpunt. Ze maken handig gebruik van de overtalssituatie en scoren hier. Niet elke ploeg weet ermee om te gaan. Hopelijk kijken zij mee naar deze wedstrijd. Wat die keeper daar te zoeken heeft, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de bal erin zit. Ja, keepertje stond niet op zijn plek. En maakte het de speler zo wel erg makkelijk. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Marco Parolo. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. Alessandro Florenzi. Immobile. Laat zich verleiden tot buitenspel. Recht op de doel af. En het schot. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Ivan Perisic. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte? Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Substitution for Italy. Er wordt vervangend personeel ingebracht. Marco Parolo. Coming onto the pitch.
Number 17, Giacomo Bonaventura. Giacomo Bonaventura. Oh, dat is mooi over de vleugel gepast. Verratti. Immobile. Wat een snelheid. Dit wordt menens. Dat was de beste kans. Maar uitstekend keeperswerk voor Pompje Doelpunt. Geweldige keep, David. Dat is echt een goede keeper. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Gaat dit hem worden? Waar blijft nou toch die beslissende actie? Klein scherp paasje van Modric. Zo hoort het. Geweldige goal en wat benutten ze de overtalsituatie goed. Ja, ze weten elkaar goed te bereiken en zo raakt de tegenstander van de regen in de druk. Wat deed die keeper daar? Dacht hij soms dat hij veldspeler was? Nou, geen idee, Evert, maar maakt het ze zo wel erg makkelijk. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Alessandro Florenzi. En nog maar 4 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Ai, daar had meer in gezeten. Hij krijgt zijn voet niet goed achter de bal. Nummer 17, Mario Mandzukic. Alessandro Florenzi. Verdi. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Zo, 5 minuten extra tijd wordt er aangegeven. Jean Jetway. Ivan Perisic. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Daar sta je dan in je eentje. Alle tijd om die bal aan te nemen. Dit kan gevaarlijk worden. We kijken naar deze hoekschop. Tijd voor een wissel. Modric kiest voor de lange corner. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Jorginho. Er is nog maar 1 minuut speeltijd over. Die blessure van daarnet is nog niet weg. Wat een actie. Ja, dit gaat goed. Een opgelegde kans, maar hij mist op dit niveau. Mag je dit soort kansen toch eigenlijk niet missen? Hij maakt het de keeper totaal niet moeilijk. Terwijl hij toch helemaal doorheen was. Dit had een doelpunt moeten zijn. Wat vind jij? Heeft Mandzukic iets goed gespeeld? Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal. Nou, ze kwamen er totaal niet aan te pas in deze vriendschappelijke wedstrijd. Dat kun je wel zeggen. Wat een blamage.